Ik zit hier tegenover Paul Spapens in de lokhal op de derde verdieping, de Stadskas. Nu ken ik Paul Spapens, maar voor de mensen die Paul Spapens nog niet kennen, wie ben jij, Paul? Mijn naam is Paul Spapens. Ik ben in 1949 geboren en ik ben heel mijn leven journalist geweest. En ik heb een groot gedeelte van mijn journalistieke tijd gewerkt bij het Brabants Dagblad. Ik ben uiteraard nu gepensioneerd, maar ik ben nog ontzettend actief, met name met het schrijven van boeken. En ik ben recent heel erg betrokken geweest bij de Hasseltkapel en bij het Hasseltplein. Om twee redenen. Het Hasseltplein, dat is een van de laatste onbedorven heertgangen van Tilburg. Tilburg heeft ooit bestaan uit 13 heertgangen. Net bijvoorbeeld het Korverplein is daar een voorbeeld van. Maar het Hasseltplein is er gewoon echt tamelijk ongeschonden. Alleen dat staat heel erg onder druk als gevolg van de expansieve stad. Ja. Tilburg is gewoon, die groeit enorm wat inwoners betreft. En het Smarisch terrein wordt gebouwd. En dus dat kleine Hasseltpleintje ligt daar gewoon tussen als dat beroemde dorpje van Asterix en Obelix. Ja. Omsingeld door de stad eigenlijk. Precies. Ik heb natuurlijk respect voor de stad, maar zo gaat het wel. En we moeten daar zorg voor hebben dat pleintje ongeschonden voor de volgende generaties behouden blijft. En ik ben heel sterk betrokken geraakt bij de Hasseltse kapel. Dat is het oudste monument van Tilburg. Dat is vijf eeuwen geleden gebouwd. Totaal ongeschonden is het zo overgeleverd. En het is nu 50 jaar geleden gerestaureerd op een bijzonder goede manier. En dat wordt met name in oktober is dat heel intensief gevierd met tentoonstellingen. En die lopen nog steeds onder andere in de poorten. Dus daar ben ik zo bij betrokken geraakt. Ik heb lezingen gegeven en dergelijke. En dus toen heb ik me ook moeten verdiepen met hulp van anderen. Ik noem onder andere de naam van Credis Swaans. Ja. Die noem ik met respect. Dat is iemand die mij heeft geholpen, want je kunt namelijk niks alleen. En dus ik heb veel nieuwe kennis opgedaan over het Hasseltplein. En het Hasseltplein, dus de meeste Tilburgers kennen dat. Daar staat de Hasseltkapel. En daarnaast ligt een kolos. Dat is de Posselse Hoeve. Ja. En dat is een hotel. Waarvan ik het jammer vind dat de gemeente Tilburg ooit heeft kunnen bedenken om daar een vergunning voor te geven. En want dat hoort er helemaal niet thuis. Maar goed, het is helemaal zo. En waarom? Waarom? Dat hoort daar gewoon. Dat is zo'n kolos. Omdat zo dicht bij zo'n kapel en zo'n pleintje zetten, zou ik nooit gedaan hebben. Ja. En hoe zag het er vroeger uit dan? Daar wil ik dus inderdaad naartoe. Want ongeveer op die plek waar dat hotel staat, daar lag vroeger een spuul. Dat is Tilburgs dialect voor spoel. Spoel van spoelen. Dus de was spoelen. En de mensen die daar vroeger woonden, die hielden schapen. En dat die wol werd geoogst, om het zo maar te zeggen. Dus en voordat die wol gebruikt kon worden, moest die gewassen worden. En dat deed men in die spoel. Vandaar de naam spoelen. En die spoel, dat was een tamelijk groot venachtig vijver, behoorlijke vijver. Die werd ook gebruikt als er ergens brand was en dergelijke. Met die spuul, en nu komen we tot de kern, die werd gevoed door een riviertje. Ja. Een strumke op zijn Brabant. Ja. Ja. En dat water moest dan ook weer ergens weg. En die werd gevoed door een strumke en dat ging dus door die spoel. En dat liep dan weer verder. Dus zo ben ik erachter gekomen dat daar vroeger een riviertje liep. En hoe heette dat riviertje? Dat weet ik niet. Nou, dat kunnen we op de kaart. Want we hebben hier de kaart van de 35 beken. En Rob van Putten heeft ook het verhaal geschreven. Dus elke rivier, elk strumke, zoals jij zegt, is beschreven. Nou, met naam en hoor. Toenaam. En ik kan je het stuk mailen ook. Nou, dat moeten we zeker doen. Dat vind ik zeer interessant. Ja. Dat doet me een echte plezier mee. Ja, graag. Ja. Ja. En dat liep dan dus verder. Dat zie je ook op die kaart. Want we hebben net bekeken. Nou, dat heeft Rob goed gedaan. Ja. Want dat is nou geschiedenis die je niet meer kent, maar die wel wezenlijk is. Dat liep dan door wat nu de Hasseltrotonde is. Ja, waar het is gebleven. God mag het weten. Dat is het verhaal wat ik van een Tilburgse strumke kan vertellen. Ja, ik ben klimaatburgemeester deze week. Een van de twee in Tilburg. Dus Frans Bedeau is er ook een.
Die probeert, die me helpt mensen om hun huizen te verduurzamen. En ik probeer de stad te vergroenen, maar ook weer water te laten stromen. Ja. Misschien weet je, in het spoorpark stroomt nu water. Ja. Daar was vroeger één beek. Dat is de Beurde, ja. Van Beurde. Dat is een bekende naam in Tilburg. Of de Bedbuur. En Bedbuur staat voor bedehuis. Dus ongeveer 1000 jaar na Christus kwam daar een kerkje, een houten kerkje, een bedehuis. En vanaf die tijd heette het de Bedbuur. Och, en voor die tijd heette het de Beurde. Ja, ja. Interessant. En alle mensen die van Beurde heten, die zijn familie. Ja, ja. Dat betekent eigenlijk zij die aan dat riviertje wonen. Ja. En zo staan... Dus elk van die 35 rivieren heeft zo zijn... Erg interessant, hoor. Heeft zo zijn geschiedenis. Maar ik ben vooral geïnteresseerd in eigenlijk in de toekomst. Ja. Dus ik wil weer gaan spelen. Ik wil weer dat kinderen spelen met het water. Ja. En dat... kijk, nu hoeven we geen spul meer te hebben. Geen plek waar we de wol spoelen in een ven of een... maar we hebben wel speelruimte nodig. We hebben verkoeling nodig. Dus er is nu iets anders nodig. Dus ik... De kennis van vroeger is essentieel om te kijken van waar kunnen we weer water laten stromen. Nee, dat snap ik. Kijk, ik vind dat een hartstikke goed initiatief. Ik ben zelf ook een enorm liefhebber van strumpjes, net als van zandpaden. Ja, zeker. De meest oorspronkelijke natuur waar mensen mee te maken hebben, zijn net die dingen. Ja. Dus ik hoop dat je erin slaagt om heel veel van die strumpjes uit Tilburg weer te kunnen laten stromen. Ja. En wat mij betreft, moet er dan ook voor zorgen dat die spul aan het Hasseplein terugkomt. Ja. Doe dan maar eens het beste. Ja. Heel mooi. Goed? Heel mooi. Ik wens jou heel veel succes met jouw burgemeesterschap. Dat gaat helemaal goed komen. Ja. Beste ermee, hè? Dankjewel. Houdoe, hè? Houdoe.